Nederlandse boot naar Gaza. In het kader van de Freedom Flotilla 2, die half mei, eind mei naar Gaza-stroken gaat varen. Dit keer neemt Nederland ook deel. En we gaan met de Nederlandse boot, met Nederlandse politici, journalisten, mensenrechtsactivisten. Met als doel om de blokkade van Gaza te doorbreken. Ons doel is om mensen wakker te schudden, politici wakker te schudden. De verantwoordelijkheid nemen wij die onze politici niet nemen. En ons doel is uiteindelijk om de blokkade natuurlijk te doorbreken. En zolang dat niet gebeurt, blijven we doorzeilen. Blijven we doorvaren. De boot gaat half mei, eind mei, of de flotille gaat half mei, eind mei. Landen uit heel de wereld doen mee aan deze flotille. Van Australië tot Amerika, tot Canada, Midden-Oosten, Noord-Afrika, Zuid-Amerika, Europese landen. En wij als Nederland hebben gezegd, wij willen ook meevaren. We doen het met steun van tientallen organisaties in Nederland. Joods, christelijk, moslim, niet-religieus. Mensen die zich inzetten voor de mensenrechten. En zich willen inzetten voor de mensen in de Gaza-strook. We gaan ervan uit dat er een confrontatie met Israël gaat plaatsvinden. Maar we zijn op dit moment ook op internationale comité's hard bezig om te kijken hoe zoveel mogelijk mensen getuigen kunnen worden voor hetgeen wat gebeurt tijdens de flotilla, tijdens de vaart. En we hebben onze manier om ons te verdedigen. Non-violent action. We zullen geen geweld gebruiken, absoluut niet. Nee, we kijken op onze website. We hebben vrijwilligers nodig, we hebben goederen nodig, we hebben geld nodig, maar we hebben vooral aandacht nodig voor de mensen in de Gaza-strook en de mensonterende situatie daar. En met onze actie vragen we aandacht voor de mensen daar.